Zo, nou daar gaat hij. Yes. Erik Gerritsen, voormalig gemeentesecretaris in Amsterdam en yes. Nu directeur van Bureau Jeugdzorg, ja. Amsterdam Agglomeratie. Ja, dat moet je er wel bij zeggen, anders worden de andere gemeentes boos. Ja, en onlangs gepromoveerd op de slimme gemeente. Ook dat nog, ja. Ja, kun je in drie woorden uiteenzetten wat... In drie woorden? Ja. Het gaat over hoe de overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen. Gaat het over een bestuurskundige kant en een veranderkundige kant. En de bestuurskundige kant zijn vier principes van slimmer werken. 4R, ketenregie, netwerkmanagement, samenwerken op de bedrijfsvoering en burger aan het roer. Maar dat lukt ook alleen als je het veranderkundig goed doet, want anders blijft het een mooi idee. En er zit ook een veranderkundige aanpak achter van verleiding en doorzettingsmacht. Geen drie woorden, wel drie zinnen. Ja, het is best wel, ik denk dat we nog wel even iets dieper moeten inderdaad. Nou, vooruit. Als je dat wil, dan kan dat. Ja. Ongetemde problemen, ja, welke problemen is ondertussen niet? Ik bedoel, alles wat je tegenkomt als overheid, heb je meerdere partijen, allerlei krachtenvelden. Nou, daarmee kijk ik misschien even goed om, wat ongetemde problemen, wat ik daarmee bedoel. Hè, dat is problemen die inhoudelijk ingewikkeld zijn. Dus het is niet helemaal bekend wat de aard van de problemen zijn en hoe je het oplost. Mm-hmm. Normatief controversieel. Dus er zijn zelfs, men is er zelfs normatief, is een verschil van mening. En niet onbelangrijk, heel veel spelers en niemand is de baas. En ze zijn allemaal nodig om een probleem op te lossen. Bijvoorbeeld multiproblemengezinnen in de jeugdzorg. Ingewikkelde problemen, gezinnen met heel veel problemen op schuld, hulpverleningsgebied, kindermishandeling, kleine woningen, alcoholisme, verslaving, noem het allemaal op. Dat is de inhoudelijke kant. De manier om dat op te lossen, dat is geen rocket science, dat is geen natuurwetenschap. Vele normatieve conflicten over hoe ver je als overheid mag ingrijpen en wanneer en hoe vroegtijdig. Nou ja, en we kennen allemaal de verhalen over alle spelers die hier betrokken zijn bij zo'n gezin. Dus dat is een voorbeeld. Maar absoluut niet alle problemen. Ik begin altijd met even duidelijk te maken dat 95% van de problemen waar de overheid, die de overheid waar ze voor staan, dat zijn simpele problemen. En die lossen ze ook prima op. Ga maar even op vakantie naar een ontwikkelingsland en dan weet je weer dat je in een beschaafd land woont met een overheid die het perfect doet. Misschien wel een van de betere in de wereld. Maar daarom is het ook wel des te ergerlijker dat we die ongetemde problemen, en daar is jeugdzorg een voorbeeld van, dat we die niet opgelost krijgen. En het is misschien zelfs wel heel pijnlijk, omdat een beschaafd land dat niet voor elkaar krijgt. Maar het is toch wel even, we moeten niet depressief worden. Nee. We hebben een redelijk goede overheid. Ja. Hoe zet je zelf die dingen die je als promovendus hebt opgeschreven, hoe pak je dat nu zelf aan bij Jeugdzorg Amsterdam? Nou ja, elke dag door gewoon te doen wat ik heb opgeschreven. Hè. Ik was... Het afschrijven, dat ging in de drie jaar dat ik al bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg was. En dan zat ik dan soms in het weekend dingen op te schrijven. En dan dacht ik van, goh, dat moet ik dan wel in de praktijk toepassen. En dat deed ik vrijdag niet, weet je wel. Dus het was een soort, het schrijven van het proefschrift, dat werkte ook wel als een soort cognitieve gedragstherapie. Om ook echt wat ik meende en wat ik echt met overtuiging aan het opschrijven was. Als weerslag van het onderzoek wat ik heb gedaan. Om dat ook echt elke dag te doen. En praktisch? Nou, eigenlijk de essentie, de leefwereld dominant maken, of de logica van de leefwereld of van de uitvoering dominant maken boven de logica van de systeemwereld. Dat is een beetje abstract. Ja. Ik noem het zelf iets korter door de bocht uitvoeringsgericht werken, dus dat je er echt voor zorgt dat de echte problemen, de dagelijkse problemen, de concrete problemen die lokaal spelen, dat gaat over mensen, dat gaat over gezinnen, dat gaat over scholen, dat gaat over hele concrete entiteiten en mensen, de logica van die mensen centraal staat bij het oplossen van problemen. Dat gaat er dan ook om dat je ervoor zorgt dat er op lokaal niveau professionals samen met de burger zelf, met de mensen met wie het betreft, samen aan die problemen werken en het samen oplossen. En daar ook de ruimte voor krijgen. Die komen, dus die burgers, dat zijn die burgers. Een multiprobleemgezin is een multiprobleemgezin. Dat zijn een vader en een moeder, meestal soms vaak gescheiden, met heel veel kinderen in een te kleine woning. Met een netwerk eromheen. En als het netwerk er niet is, dan kun je dat maken.
En een hele hoop betrokken professionals die echt wel nodig zijn om die mensen te helpen om weer in hun kracht te komen. En dat los je dus op daar, in de wijk, op de scholen, op de straat, samen met een aantal professionals. En dat los je dus niet op in een stadhuis of, wat ik altijd een mooi voorbeeld vond, destijds het ministerie van Jeugd en Gezin. Overigens een interessant experiment. Waar dan op een gegeven moment in het NRC, toen dat ministerie een jaar of anderhalf jaar draaide, een grote, heel trots artikel stond op de tweede pagina. Dat er toch een grote doorbraak was bij de Rijksoverheid. Want alle directeuren van de verschillende ministeries die betrokken waren bij jeugdzorg, die kwamen eens per twee weken bij elkaar. En die overlegden met elkaar grensoverschrijdend over de grenzen van de ministeries heen. En dat was een doorbraak. Ik heb daar toen geloof ik wel eens iets over geschreven, dat overleg natuurlijk nog nooit ook maar voor één kind iets heeft betekend. Een kwetsbaar kind. Dat gebeurt echt op de straten, in de wijken, in de huizen. En dat is eigenlijk niet eens zo'n nieuw inzicht. Hè. Ik zat net nog weer het laatste pamflet van Jos van der Lans te lezen over vertrouwen, loslaten en binden, geloof ik. Of ergens in die volgorde. Dat gaat ook hier weer over. En hij zegt ook terecht. Er is altijd een spanning tussen de systeemlogica, de beleidslogica en de uitvoeringslogica, de leefwereldlogica. Alleen dat gaat. Hè. De dominantie moet andersom. Er is zelfs bestuurskundig wel duidelijk. Ik schrijf daar ook niet zoveel nieuws over in mijn eigen proefschrift. Over hoe je dat doet. Hè. Eigen kracht, burger aan het roer. Burgers weer in hun kracht zetten. 4 keer R. Hè. Dus dat je de professionals ook de ruimte geeft om zelf in te vullen hoe ze hun werk doen. In ruil voor een andere vorm van verantwoording. Dus niet via regels en bureaucratie, maar op basis van resultaten. Dat zijn allemaal dingen die ik ook een beetje bij elkaar heb gepikt uit verschillende hoeken. Hoogstens misschien samenhangend bij elkaar gebracht. Maar de echte uitdaging zit, hoe doe je dat nou? Want het uitvoeringsgericht werk is niet alleen maar bestuurskundig concept. Het is vooral, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, en dat is door te leren, door te organiseren dat mensen, als ze bij elkaar komen in één ruimte om samen aan een probleem te werken, overigens is dat dan wel een onderdeel daarvan, dat ze niet vergaderen in die ruimte met hun kaarten voor de borst en hun eigen persoonlijke agenda, maar dat ze met elkaar leren, dat ze elkaar bevragen, dat ze ontdekken van hé, eigenlijk hebben we een gemeenschappelijk belang. Dus bijvoorbeeld, ik ga er van zweten, jongen. Bijvoorbeeld bij zo'n multiprobleemgezin, waar in het begin, als je die mensen bij elkaar zet, de politie en de woningbouwcorporatie en de jeugdzorg echt tegenover elkaar staan. De politie en de woningbouwcorporatie zijn boos dat de jeugdzorg maar doormoddert en papt en nat houdt en met grijze wollen sokken en te roze bril heeft van zo'n gezin. En de jeugdzorg heeft wantrouwen tegen de politie en de woningbouwcorporatie. En vaak ook de stadsdeelbestuurders in dit geval, omdat die vooral op de hand zijn van de burgers die last hebben van de overlast van het gezin. En die willen maar harde maatregelen, en die willen dat gezin uitzetten. En die willen die kinderen uit huis plaatsen. Terwijl ook iedereen weet dat als je een gezin uitzet naar een, dan was mijn vraag altijd, waar gaan ze dan naartoe? Ja, dat interesseert ons even niet. Ik zeg, bel jij je collega woningbouwcorporatie directeur even dan dat zij het gezin krijgen. En tegen de politieregisseur, bel jij even je collega buurtregisseur dat zij nu het gezin krijgen. En als je dan doorpraat, dan blijkt eigenlijk dat men eigenlijk wel voor dezelfde drive zit. Natuurlijk, het is allebei belangrijk. Het is dat de overlast voor de buurt afneemt is belangrijk. Dat daar mensen in dat woonblok niet worden weggepest is belangrijk. Maar dat het beter gaat met die kinderen is ook belangrijk. Eigenlijk blijkt dan als je daarover doorpraat dat, en je dat op een dialogische manier faciliteert in zo'n vergadering, dat ze ontdekken, hé, we hebben het dus over hetzelfde. Want als we de problemen van het gezin oplossen, verdwijnt de overlast. En worden die kinderen ook gelukkig. Als we de problemen van het gezin niet oplossen, kunnen we de overlast in die buurt wel even tijdelijk verminderen. Door het gezin uit huis te zetten en een aantal van die kinderen ergens op de hei in een gesloten jeugdzorg te zetten. Maar die kinderen komen op een gegeven moment weer terug. En de jongere kinderen die gaan misschien over een paar jaar hetzelfde gedrag vertonen. Dus dat vindt elkaar dan op een gegeven moment. Maar vooral niet weer de bestuurders
met elkaar, maar vooral bestuurders die met elkaar de ruimte geven aan de professionals om op casusniveau samen te werken. En dan gebeurt het, dan lukt het altijd. Ik heb het nou over multiprobleemgezinnen, maar ooit is er een beroemde casus geweest van de broodjeszaak, waarin een Turkse ondernemer er maar niet in slaagde om zijn Turks-Amsterdamse ondernemer er maar niet in slaagde om zijn broodjeszaak geopend te krijgen, omdat hij het in zijn rare hoofd had gehaald om zich aan de regels te houden in Nederland. He, allemaal die tegenstrijdige regels. Dan blijkt gewoon dat dat ook hier weer, op momenten, dit is destijds in het begin van mijn gemeentesecretarisschap geweest, we alle betrokkenen van de brandweer, van de voedsel- en warenautoriteit, nou noem het, van de bouw- en woningtoezicht. Als je die allemaal dan bij elkaar in die nog steeds niet open gegaane broodjeszaak zet, en je laat de jongen aan het woord, de jonge Turkse ondernemer, van ja, waarom kan ik nou niet open? Kamer van Koophandel ook nog, daar moet je ook nog allerlei dingen voor doen. Bumra Stemmeren. Dan slaat het natuurlijk ten eerste de schaamte toe. En dan vinden ze wel praktische oplossingen. En ook de oude verhalen over de brandweervoorschriften, de tegenstrijdige voorschriften, van mag de deur nou open of naar binnen openslaan. Ja. Op het moment dat je dat aan een bestuurlijke tafel of beleidstafels in stadhuizen probeert op te lossen, of zelfs op ministeries hier waar we hier zitten, binnenlandse zaken voor de liefhebbers, daar los je dat soort problemen niet op. Maar als je ze bij elkaar zet rondom een concreet pand, dan gaan ze daar gewoon even goed naar kijken en dan komen ze met een concrete oplossing. Ja. Maar dit zijn uiteindelijk natuurlijk, zou dit een uitzonderingsgeval moeten zijn? Eigenlijk wil je natuurlijk, hè, want dit is een extreem geval, dat je zegt, nou kom nou eindelijk eens een keer met z'n allen uit die kantoren en ga nou eens in die zaak zitten. Nee, dat ga je niet voor elke casus doen. Ja, wel. Kijk, dat is leuk. Goed dat u die vraag stelt, meneer Bello. Daar ben ik erg blij mee. Casuïstiek gebruiken, casusadoptie. En dan niet zoals dat dan weer in zo'n modegril gebeurt van kijk mij nou als DG of minister een school adopteren en er dan nooit meer wat van laten horen. Maar echt erin bijten en erbij blijven, ook als bestuurder. En niet door om het over te nemen, maar gewoon om die professionals te laten leren van elkaar. Om in een casus er gewoon uit te komen. Ja. En wel de ruimte te creëren dat ze dat kunnen doen. Nee, maar waar je naartoe casus wil, voor casus, nee, guerrilla management noem ik dat. Casus voor casus. Juist rondom casus, want bij casus kun je niet meer wegkijken. Daar moet je wel oplossen, want als je dan met z'n allen van al die verschillende instanties bij elkaar rondom een multiprobleemgezin naar elkaar blijft kijken, elkaar de schuld blijft geven of naar elkaar blijft doorverwijzen, dan ligt er letterlijk bijna dat gezin daar op tafel. En dat kun je niet maken, dus dan wordt het opgelost. En als je dat maar blijft doen rondom casuïstiek, dan gaat langzamerhand, althans dat is mijn stelling, dan wordt leren en elkaar opzoeken en elkaar in mekaars positie inleven en begrijpen, hé, we kunnen eigenlijk wel wat aan elkaar hebben. Als de woningbouwcorporatie nou in zijn bijlage bij het huurcontract ook wat voorwaarden vanuit de jeugdzorg opneemt, heb je twee vliegen in één klap. Dan wordt dat de nieuwe routine. Denk niet dat het in de wereld nog nergens vertoond is, maar dat leren met elkaar, samenwerken met elkaar, de nieuwe routine wordt in plaats van iets waar iedereen van zegt, ik ben ervoor. Maar het zelden tot stand komt, behalve hier en daar, weliswaar in grote aantallen, maar dan altijd geïsoleerd in een gemeente, ergens in een sector waar een aantal jeugdzorginstellingen elkaar vinden. Geïsoleerd, eenmalig, meestal kort duren, 2, 3, 4 jaar, totdat er een paar sleutelspelers verdwijnen en dan zakt het weer in. Het moet een nieuwe routine worden. En ik denk dat de nieuwe routine, die moet je... dat is een kwestie van cognitieve gedragstherapie. Mensen moeten uit die systeemdwang, ambtenaren, maar burgers ook, want die zijn natuurlijk ook, worden ook te weinig gestimuleerd om hun eigen probleem op te lossen. Mm-hmm. Moet uit die systeemdwang worden geweekt. En omdat dat patronen zijn, gedragspatronen die 20, 30 jaar, 40 jaar oud zijn, vergt dat wel even wat ausdauer om dat eruit te krijgen. En dat kan dus alleen, is mijn overtuiging, door heel veel casuïstiek te gebruiken om de betrokken professionals te leren op een andere manier met elkaar om te gaan. Zodat dat leren inderdaad en elkaar gewoon opzoeken en de telefoon even pakken als er een probleempje is, in plaats van wachten tot het volgende uitvoeringsoverleg over 2 maanden, dat de nieuwe routine wordt. Ja.
Dus even om wat punten te markeren. We hebben het gehad over eigen kracht. Dat het uiteindelijk ook gaat om de netwerken rondom zo'n gezin. Gezin centraal, maar de netwerken eromheen ook. Nou, vervolgens ook dat gezin centraal eigenlijk voor die professionals die dan bij elkaar brengt vanuit verschillende organisaties rondom een casus. Ja. En dat die manier van werken, dat een leerproces is. Ja. Dat je dat moet leren. En toen ging het licht uit. Maar zaken nog goed of zo in het donker? Of gaat dat nog goed? Ja hoor, prima. Goed dat we bij het raam zijn gezeten. Okay. Ja. Bij de buitenwereld. Zijn er meer dingen die je moet veranderen in je organisatie? Je kunt zeggen van nou ja, prima, ga maar bij elkaar zitten. Maar al die processen zijn natuurlijk ook op een bepaalde manier ingericht. Dus dat er ook iets in omgebogen moeten worden. Ja, processen. Wat moeten er nog meer veranderen behalve alleen maar leren? Dit is natuurlijk toch een beetje systeemtaal. Ik zet je te pesten. Kijk, vraag ik wat de verandering is. Ja, nou ja, dus het begint hiermee. Hè. Het begint echt met, daar ben ik van overtuigd, een verandering in een dysfunctioneel systeem. Het is, wat dat betreft is het wel leuk dat het, als je een dysfunctionele familie en een dysfunctionele overheid wil gezond maken, dan heb je in beide gevallen systeemtherapie nodig. Dus je hebt erg veel aan de crossovers tussen die twee werelden. Maar het begint echt bij concreet, bij lokaal, bij ervaring, bij individuele mensen. En elke neiging om te zeggen, ja, maar dan moeten we het generiek maken en dat soort dingen, die moet je heel lang inslikken. Want het generieke multiprobleemgezin bestaat niet. Dus je moet eerst echt terug naar die lokaliteit, naar die concreetheid op straat, achter de voordeur, et cetera. Unieke samenhang. En als je dat doet. En je maakt van dat leren met elkaar routines. En je probeert dus de energie ook die er zit bij die gezinnen zelf nog. Of in hun netwerk en bij die professionals. Want die willen niks liever dan die problemen oplossen. Je weet je te ontketenen. Dan is de volgende stap wel. Want anders dan valt het ook weer dood. En professionals alleen maar de ruimte geven, dat is ook niet de oplossing. Want die lopen binnen de kortste keren weer vast in het institutionele moeras. Moet je escalaties met elkaar afspreken, escalatiemogelijkheden. Dus je hebt altijd, zeg maar rondom zo'n gezin bijvoorbeeld, heb je één speler, de gezinsmanager, in dit geval van Bureau Jeugdzorg, daar hebben de bestuurders van elkaar afgesproken, als die op een gegeven moment vastloopt in de samenwerking met zijn 5-6 spelers, de woningbouw, de politie, 3 jeugdzorginstellingen, de jeugdpsychiatrie en de volwassen psychiatrie, noem maar wat. Vanwege 2 redenen, een visieverschil over wat de beste aanpak is, of een van de spelers kan niet leveren, dus kan wachtlijst, dan moet je kunnen escaleren. En dat kun je op een aantal niveaus doen, dus als hij er niet uitkomt naar een procesmanager, als die er niet uitkomt, dan moeten de bazen van die verschillende organisaties worden gebeld. En dan uiteindelijk kun je in 2-3 stappen ook afspreken dat je bij een wethouder of een burgemeester uitkomt. En aangezien bijna niemand dat wil, tenzij er echt een verhaal is dat je kunt uitleggen bij de burgemeester, gebeurt dat bijna niet. Dus dat is wel belangrijk, dat guerrilla management, dat van casus naar casus werken, dat een routine maken van het elkaar gewoon opzoeken en elkaar begrijpen, dat moet wel een bedding hebben. In bestuurlijke afspraken over wij leveren, wij hebben leverplicht naar elkaar, wij accepteren dat een van de spelers de regie in zo'n casus krijgt en als die er niet uitkomt, dat die knelpunten kan escaleren. Dat kunnen individuele knelpunten zijn, maar als op een gegeven moment 10 of 20 keer hetzelfde soort knelpunt erboven komt, dan heb je een patroon, een dysfunctioneel patroon, en daar kun je dan bijvoorbeeld een algemene afspraak over maken. Ook maar weer een voorbeeld uit de multiprobleemgezinnen. We hebben vaak te weinig woningen, dus noem maar wat. Een jonge moeder die woont met een pasgeboren baby nog bij haar ouders thuis. Eén grote ellende, ruzies, toestanden. In principe gaat het tussen moeder en baby goed, maar moeder dreigt door haar eigen moeder op straat te worden gezet, waardoor het kind en moeder, de jonge baby en moeder, geen huisvesting hebben. En als er dan verder niks gebeurt en ze blijft schrijven, moeten wij dat kind uit huis plaatsen, omdat dat gewoon niet veilig is. Terwijl het beste is dat die moeder en dat kind gewoon een woning krijgen. En natuurlijk is dat een beloning voor slecht gedrag. Een woning krijgen met afspraken. Dus het is altijd een afspraak met goede, leuke dingen. Maar ook sancties als er niet wordt meegewerkt. Maar als die woningen er niet zijn, dan worden de problemen erger. Dus dat komt dan op een gegeven moment op dat er in 5, 6, 7, 8 gevallen, doordat er geen woning is, een onnodige uithuisplaatsing, die veel duurder is ook voor de samenleving,
nodig is. Nou, dan ga je met de woningbouwcorporaties praten. Jongens, kunnen jullie, zeg maar wat, 25 woningen per jaar hier gewoon, als er de proces, als echt is gekeken dat echt alles gedaan is en dit is nu voor deze geval, nou, dan kun je er 25 reserveren. Nou, ja, oké, opgelost. Weet je, dus zo doe je dat. Ja. Dus je begint te denken vanuit de professional en die verbindingen daar, maar die en die niveaus erboven, dat zijn de terugvalopties als het ware. Ja. Zie je, nou ja, als je het hebt over managementlagen en dat soort dingen, zie je dat kleiner worden als je van onderop gaat werken? Ja, natuurlijk. Dat heb je eigenlijk niet meer nodig. Kijk, dus je hebt wel nodig voor terugvalopties. Nou ja, kijk, vanuit de professional en de leefwereld van die mensen. Want eigenlijk zeg ik tegen de professionals ook weer, uiteraard. Jullie eerste stap, dus wij geven jullie de ruimte, maar jullie eerste stap die we moeten maken is op een andere manier naar die klant te kijken. Dus ik praat natuurlijk als het gaat over ongetende problemen niet over mensen die vanzelf voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. Dus er zijn problemen, soms hele heftige problemen, mensen die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Maar zelfs daar moet je wel vanuit de houding gaan, niet paternalistisch, maar kijken waar de kracht wel zit. Wat betreft die managementwagen, zie je dat? Ja, die heb je bijna niet meer nodig. Kijk, en in het meest extreme geval, dat zie je met buurtzorg en zo, kun je zelfs naar zelfregulerende teams waar zelfs geen eens een manager meer nodig is. Ik, dat is natuurlijk wel iets waar je naar moet streven. Buurtzorg zegt zelf ook, ik wil ook richting jeugdzorg. Zijn al begonnen, begreep ik, sinds kort, om dat concept ook in de jeugdzorg te doen. Ik jaag dat toe. Dat zet de bestaande instituties, waaronder ook mijn eigen bureau jeugdzorg, weer dat prikkelt, om zo te zeggen. Dat is een goede zaak. Dus dat is denk ik een eindbeeld waar je naar kan streven, waarbij ik wel zeg van nou, als het over relatief simpele dienstverlening gaat en in een team met alleen maar ondernemende topprofessionals, dan zie ik dat heel snel gebeuren. Ja. Als het over veel ingewikkeldere soort dienstverlening gaat, als waar wij het over hebben, onder toezichtstellingen, uit huisplaatsingen, ouders proberen ze gek te krijgen dat ze weer gaan meewerken, terwijl ze eigenlijk het probleem niet eens herkennen, dat ze hun kinderen mishandelen, dan is dat wel wat ingewikkelder. Ja. Maar het eindbeeld van zelfsturende professionals is absoluut een idee. En dan kun je dus, met minder managers af. Sterker nog, ik begreep dat je dan op een gegeven moment, heb je nog een soort medewerkerscoach, geloof ik, die dan op afroep als medewerkers er even niet uitkomen, dan nog kan worden gepoeld, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. En daarboven, beleidsambtenaren bijvoorbeeld, die moet je voor het grootste deel schrappen. Want wat er vooral moet gebeuren, en dat is daarmee de rol van bijvoorbeeld een gemeentehuis, een stadhuis of zelfs de ministeries, is die dan nul? Nee, die is eigenlijk heel cruciaal, maar die kost niet zoveel capaciteit. En zeker geen beleidscapaciteit, want die mensen gaan notities schrijven en zo, die volstrekt buiten elke werkelijkheid staan. En die mensen proberen en groepen te proberen te persen in niet bestaande werkelijkheden. En daarmee, ik zeg altijd, die moeten ervoor zorgen dat die ruimte voor dat leren, dat die convenanten er komen, dat die samenwerkingsafspraken tussen de bobo's er komen, waardoor leergemeenschappen er komen van die professionals. Ja. Met die escalatieafspraken. Dus dat is vaak gewoon een goede voorzitter die een dialoog kan begeleiden. Een zaal en koffie. Ja, dat is een aantal functies die je dus moet organiseren. Die terugvalopties en die verbindingen leggen en dat soort zaken. Daar heb je dan nog wel een x-aantal mensen voor nodig in een soort van tweede laag. Ja. Maar dat zit. Maar kijk, dit is natuurlijk het simpele deel van het verhaal. Want eigenlijk wat ik nu allemaal vertel is natuurlijk nog gewoon, ik kan het op een A4'tje opschrijven. Ga het doen, weet je wel. Gewoon doen. Ja. Mijn ervaring is dat het heel lastig is om de boodschap over te krijgen. Dus ik zou bijna nog aan mensen willen vragen als jullie nou... Hoe doe je dat bij andere jeugdzorg? Bij je collega jeugdzorginstellingen? Nee, door het gewoon te doen. Kijk, het enige wat je... Dat klinkt allemaal zo pathetisch, maar in essentie is dat wel zo. Je kunt heel lang praten en overtuigen. Als het lukt, is het mooi. Mm-hmm. Voor zover mensen die zitten aan te kijken van... Maar Erik, dat werkt toch niet? Of doe niet zo naïef? Of je weet hoe het allemaal werkt? Ja, dan kan ik één ding doen. In ieder geval het zelf doen. Je probeert het voor te doen in Amsterdam en dan hoop je dat anderen dat oppikken. En even als voorbeeld, dat is toch wel een aardige ervaring. Dat toen ik als gemeentesecretaris vond ik mezelf op dat punt effectiever dan nu als bestuursvoorzitter bij jeugdzorg. Omdat ik namens een gemeente kon werken met verlengde autoriteit van een burgemeester of een wethouder. Ja. En het ook
meer geaccepteerd werd van partijen. Ja, jullie staan een beetje boven de partijen, dus doe dat maar. Dus als je dan ook mensen uitnodigt rondom een probleem, dan komen ze ook. En ook nog de hoofdstad. Nou ja, goed, en de hoogste ambtenaren, allemaal van dat soort dingen, die spelen dan mee. Maar, en nu ben ik één van de spelers. Ja. En dat wordt dan toch minder geaccepteerd. Want ja, dan ben je één van die spelers die een belang heeft. En ik roep natuurlijk dat dat niet zo is, maar ja, dat roepen we allemaal. Dan zit je alweer in dat debat. Nou, vergelijkbaar met die professional dus. Ja, dus ik ben nu ook, hè, dus ik merk ook wel dat ik vind dat er dus ook wel een belangrijke rol is weggelegd om dit soort dingen te faciliteren voor die overheid. Of het nou een ministerie, een provincie of een gemeente is. Want ze hebben die wat natuurlijke positie die eerder wordt geaccepteerd als je hem pakt. Okay. Maar ik ben ook wel van de school, luister, je gaat niet zitten miepen over wat er niet kan. Je gaat kijken naar wat er wel kan. En in mijn geval, en dat is wel weer een interessante nieuwe ervaring, ik heb gezegd van nou, het is lastig om een plek te krijgen in iets wat door een gemeente of een stadsregio is bij ons dan over de jeugdzorg, dat wordt gefaciliteerd, weet je wat. Wat kan ik wel doen? Ik kan mijn eigen bureau jeugdzorg kan ik vernieuwen. Ja. Ik kan mijn eigen professionals herboren laten worden, ontketenen, bureaucratie afschaffen. Allemaal op de manier van laten leren, laten leren, laten leren. En vanuit daar gaan er langzamerhand impulsen naar het netwerk, die worden aangestoken en dan doe je dat vanuit die kant en dat kan ook. Leren op dat niveau. Ja. Laatste vraag, zie je, want we hebben nu heel erg gehad over de jeugdzorg. En ja, als voorbeeldje. Ja. Toevallig voor. Kan dit ook in het onderwijs? Kun je ook op deze manier ook? Ja, dit kan in het onderwijs. Dit kan bij de crisisopvang voor tijdens school verlaten is bijvoorbeeld voor de mensen die mijn proefschrift niet gelezen hebben. Ik bedoel ook gewoon onderwijs in de zin van leraren die zich op deze manier organiseren. Natuurlijk. Er zijn ook voorbeelden van. Ik zit ook nog in de Raad van Toezicht van Stichting Kennisland. Die hebben dat soort onderwijspioniersprogramma's waarin je ook weer de docenten in hun kracht zet. Wat het aardig is namelijk. Kijk, er zijn geen bewijzen dat de mens goed is en intrinsiek gemotiveerd. Er zijn ook geen bewijzen dat de mens slecht is en alleen maar voor zijn eigen belang bezig is. Dus althans geen overtuigende bewijzen. Er zijn wel heel veel wetenschappelijke bewijzen dat de mens tot allebei in staat is. Waarom dan niet kiezen als uitgangspunt voor dat positief mensbeeld? Bijvoorbeeld ook dat docenten in staat zijn om zichzelf wel degelijk uit te vinden nadat ze misschien al weer 10 jaar verzuurd zijn en niet meer weten hoe ze met die kinderen om moeten gaan. Mm-hmm. En vanuit die veronderstelling gaan werken. En dan zal je zien, dat is mijn ervaring, dat als je vanuit dat positieve mensbeeld begint, dan krijg je dat voor tegen 90% terug. Want je krijgt letterlijk wat je verwacht. En dan heb je heel veel energie vrij om die 10% die er wat meer moeite mee heeft, ook wat steviger aan te pakken. Dus ja, dit kan in het onderwijs. Ik heb zelfs op deze manier, maar dat was geen ongetemd probleem, dat was een probleem van hemelwater in de gemeente Amsterdam, waarbij de afvoerputten niet goed waren. Waardoor er water in het op de straten bleef staan als het veel regende. Dat was een probleem van de dienstruimtelijke ontwikkeling die dingen ontwierp. De putjescherperafdeling en de dienstbeheer die dingen liet maken, die werkten niet samen. Waardoor er blikjes en vuil heel snel in die afvoerputten kwam, zodat het water niet wegliep. En ze bleven maar met elkaar ruzie maken. Prachtige documentaire ook ooit van geweest voor Frans Bromet. En toen heb ik letterlijk, mocht de conferentie voorzitten, die partijen bij de dienst Waternet van de gemeente Amsterdam naar de gang gehaald. Daar stonden een paar voorbeelden en ik heb binnen 5 minuten door te zeggen, nou, tegen die ontwerper, hoe moet hij er nou minimaal uitzien om hem strak te hebben? Nou, dat, dat en dat. Aan de putjeschepper gevraagd van, kun je hier nou mee werken? Nee, die goot moet wat dieper, anders kan ik er met mijn zuiger niet in. Is dat erg, meneer de ontwerper? Nou ja, dat moet dan maar, want ja, ik snap ook wel dat hij ook nog functioneel moet zijn. Kunnen jullie hem maken, Amsterdam Beheer? Ja, dan hebben we hierbij de nieuwe afvalput ontworpen. In principe is hetzelfde. Je kunt iets meer tempo maken, omdat het geen ongetemd probleem is. Ja. Maar ja, het is dus ook van toepassing op onderwijs, op crisisopvang, noem het allemaal op. Maar daar hielp het ook wel dat jij natuurlijk als gemeentesecretaris ook. Nee, toen was ik geen gemeentesecretaris meer. Oh. Dat was al het jaartje dat ik op de universiteit zat. Oh, okay. Maar men zich herinnerde dat ik dat wel leuk kon doen, dat soort dingen. En ik vond het wel eens aardig om het uit te proberen in de fysieke sector. Al was dit wel een heel overzichtelijk probleem. Dat moet ik zeggen. Nou, leuk. Volgens mij hebben we wel een beeld gekregen hoe die overheid van de toekomst er dan uit kan zien op die manier. Nou, mensen kunnen mijn proefschrift downloaden op www.deslimmegemeente.nl. En ik ben te volgen op eGerrit. En als je wat meer over de jeugdzorg wil weten, ik schrijf elke week een column op www.binnenlandsbestuur.nl. Exact. Dankjewel.